Er zei iemand over mijn boek, het is een boek van 7 tot 77 en ik hoop dat ik al die leeftijden in mij mag hebben. Zowel de oudere leeftijd en het wijs zijn en de rust die daarbij hoort, als het jonge en het onbesuisde en het gretige dat er nog in zit, de goesting. 60 is een dagboek dat ik heb bijgehouden toen ik 60 werd. Ik had met die leeftijd niet echt zelf iets, maar iedereen om mij heen begon mij daarop aan te spreken. En uit puur nieuwsgierigheid ben ik eigenlijk een half jaar voor ik 60 werd beginnen opschrijven hoe dat was. En ik had mezelf voorgenomen, ik doe dat een half jaar om 60 te worden en een half om het te zijn. En dan zal ik misschien aan het einde van die termijn weten wat er zo speciaal is aan 60 worden. Normaal hou ik enkel een dagboek bij waarin ik niet zozeer heel persoonlijke dingen schrijf, dan wel gewoon dingen die ik lees, die mij bijblijven, bedenkingen. En dat is het soort dagboeken dat ik normaal bijhoud. Maar nu, omdat dat project van die 60 een dagboek bestond, heb ik mezelf toch die discipline opgelegd om elke dag iets te schrijven. Dat zijn uiteindelijk 3 hele grote, dikke schriften geworden. En dan de reizen die ik in dat jaar heb gemaakt, daar was dus een korte reis naar Engeland bij, en naar Frankrijk, en naar Bali. Daar heb ik dan mijn traditionele kleine reisdagboekjes van gemaakt. En ik heb ook een agenda natuurlijk waarin ik elke dag praktisch opschrijf wat ik doe. En die 3 zijn dan op een bepaald moment bij elkaar geklutst. En dan begin je te breien, dan begin je al die dingen samen te verwerken en te bewerken tot een boek. Ik ben daar wat lacherig columnachtig aan begonnen. En toen ik een paar maanden aan het schrijven was, begonnen er door wat het leven is, mensen om mij heen ziek te worden, te sterven, geëuthanaseerd te worden. En daardoor is dat lacherige een beetje verschoven naar een toch wel voor mij ook vrij onthutsende confrontatie met sterfelijkheid en met eindigheid. Maar aan de andere kant vind ik, je geniet evenveel, je geniet misschien zelfs nog meer dan vroeger, doordat je met dat besef van eindigheid leeft, van kostbaarheid. Doordat je weet dat familieleden, vrienden die je dierbaar zijn, je elk moment kunnen ontvallen. Dat al wat de rijkdom van je leven uitmaakt, je elk moment kan afgenomen worden. Dat er een moment zal komen dat je moet leren lossen, dat er minder en minder zal zijn. En dat je, wat ik eigenlijk daarvoor ook al automatisch deed, met die hele kleine kostbaarheden van het leven moet leven en dat je die moet koesteren. En dat is dan de rijkdom die je, denk ik, wint met 60 worden. Ik denk dat je veel bewuster leeft. Dat wel, zeker wel.